Bewoners van het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf demonstreerden woensdagavond voor het gemeentehuis. Ze demonstreren omdat in hun optiek nog steeds geen actie ondernomen wordt om de gifgrond te saneren en 17 extra staanplaatsen voor woonwagens te realiseren. Wij staan hier als 7 gezinnen om eigenlijk duidelijk te maken dat wij na een jaar tijd nog steeds achter elkaar staan. Wij willen dat die gifgrond weggaat en dat er wordt uitgebreid naar 17 plaatsen. We hebben heel veel tekeningen gezien, zelf tekeningen laten maken. Wat houdt het plan precies in? Dat het wordt gesaneerd, robuust gesaneerd. Het hele terrein wordt dan schoongemaakt. En we krijgen 14 tot 17 staanplaatsen erbij. En we krijgen dan een hele nieuwe opstelling. En de enige die dwars liggen zijn dus die 4 woonwagenbewoners? Op den duur zijn de wensen die wij aan hun kunnen geven, die zijn op. En dan als de gemeente niet aan hun wensen kan voldoen, of dat ze een eigen kamp willen, dan wordt het lastig voor ons om daar nog aan toe te geven. Wie staan in de raad allemaal achter u? Sowieso de SP, de Arnhemse Ouderenpartij, Denk Verenigd Arnhem. Eigenlijk heeft de hele raad unaniem gestemd voor dit voorstel. Wat verwacht u te kunnen bereiken? Dat ze misschien gaan denken van ze staan al zo lang met z'n 7 achter elkaar. Na meerdere tekeningen en meerdere wensen die voldaan zijn, maar uiteindelijk Gaan deze 4 nog steeds niet akkoord. Dan is de vraag, wat moeten we doen? Wij 7 willen wel graag verder. Gaat die door? Wij gaan sowieso door tot het einde en wij gaan zorgen dat wij gifvrij gaan wonen.